Als je ergens wil zijn op een plek waar je eigenlijk niet kan of mag of wil zijn, dat is eigenlijk het leed van de dwalende mens. En dat is ook de reden dat de titel van de tentoonstelling Onderweg heet. Kijk, zo'n schilderij als dit, dat heet gewoon Man met koffer, want meer wil ik er eigenlijk ook niet over kwijt. Wat ik nu wel ga vertellen natuurlijk, is natuurlijk gewoon iemand die in zijn naki met in de ene hand een oud koffertje waarin waarschijnlijk zijn eigen hebben en houden zit. In de andere hand heeft hij twee van die, wat ik dan maar noemde, PC Hoofdstraat-tassen in felle kleuren. Wellicht als idee waar hij naartoe wil, wat zijn ideaal is, of misschien zelfs als waarschuwing, het is maar hoe je dat bekijkt. Die lijnen, daarvan dwing ik mezelf, daarvan eis ik door concentratie in één keer de juiste te pakken. Alle thema's die je met de schilderijen voorbij ziet komen, die hebben allemaal een tiental tekeningen in de boeken staan. Dus je ziet ook in de boeken alle modellen terugkomen waar schilderijen van gemaakt zijn. Tekeningen die maak ik altijd naar de werkelijkheid en ik teken altijd in zelfgebonden boeken, waardoor ik van tevoren al dat boek met lege vellen heb en dat dwingt mij om nog beter mijn best te doen, nog meer te concentreren. Want als je op een los velletje werkt en je weet al na een minuut dat het niks wordt, dan wordt het helemaal niks en dan heb je dat ding al in je hoofd al weggegooid. Dat kan niet, want het zit in een boek, het blijft erin. Dus ik moet het toch nog weer uit mijn tenen halen. Eigenlijk zoek ik een moment, wil ik gewoon de spiegel zijn in een paskamer, waarop het een seconde eerder en een seconde later anders is. Bijna ook een fotografisch moment. Dat zorgt voor een spanning en een vitaliteit. En ook het schilderen zelf is natuurlijk van belang. Hoe heerlijk is het om zo met die vitale motoriek zo'n jurk op te zetten, met zo min mogelijk, omdat ik ook heel transparant wil werken. Daar waar het groen dezelfde toon heeft als wat je zoekt, daar zit natuurlijk geen verf. Een heel goed voorbeeld is ook de twee zusjes, die hangt aan deze kant. Daar is zo mogelijk nog minder verf gebruikt. En het gaat mij er heus niet om zo min mogelijk verf te gebruiken. Nou, misschien gaat het me er eigenlijk wel een beetje om. Want eigenlijk wil ik zo min mogelijk doen met zoveel mogelijk resultaat. Want als je goed kijkt naar zo'n gezichtje, daar zit gewoon bijna geen verf op. En dan ben ik echt super blij als ik het lef heb om er van af te blijven. Want wat is dat ook weer een lastig calvinistische trek. Dat wij altijd denken dat als het heel makkelijk gaat en snel, dat het niet goed kan zijn. Deze twee vrij recente portretten van Frank, een model, een acteur, een muzikant. En ja, hoe heerlijk is het om zo'n grote, kale, donkere kop, om daarvan te ontdekken wat er nou eigenlijk gebeurt. Het is natuurlijk eigenlijk een soort landschap. Je wil het zo min mogelijk duiden van kijk, nu een oog. Dat is natuurlijk niet wat je doet. Je kijkt alleen maar naar vorm en naar toon en naar materie. En ja, en als je dan daar ontwaart zo'n ultramarijnblauw in dat licht, nou, dat is gewoon, daar gaat zo'n heel schilderij over.